Net 5, Domino D is nog steeds bezig. Het is lang goed gegaan, het gaat het nog steeds. Maar er zitten nog zoveel risicovolle projecten die nog moeten komen. Ik zie Hans Kraaij en het brein achter dit alles. Hoe gaat het met de pendel van de reclame? Robin, hoe gaat het met de pendel? Nog net niet. Ja. Moeten we ons wel zorgen gaan maken? Nee, ik denk van niet. Maar ik wil dat ratelende geluid weer horen, hè? Ja, dat. Luister. Prachtig. Heerlijk. Wat is er een mooie geluid in dit op de wereld? Er staat er niet. Volgens mij niet. Dit is het mooiste geluid? Ja, echt waar. Ja. Jij staat er ogenschijnlijk wat soepeler bij dan vorig jaar. Gaat het goed komen? Nou ja, de eerste klap is een dalenwaard, zeggen ze wel eens. Dit is een prachtig begin natuurlijk. Doe nog even niks, alleen luisteren. Ik kijk toch ook stiekem. Het is prachtig, het is prachtig. We zitten nu inmiddels op 300.000 stenen, klopt dat? Ja, zo met de projecten tot nu toe gevallen, 300.000 zoiets. Dus we moeten er nog 2,2 miljoen. Ja, dus we hebben nog een hoop te gaan. En hoe mooi wordt het voor de mensen thuis? Ja, prachtig denk ik. Spektakel? Ja, er komt nog veel meer. Blijf maar luisteren. Ja. We zijn in Oostenrijk en het reuzenrad in het Prater Pretpark te Wenen. Maar het had ook best het reuzenrad in Londen kunnen zijn langs de Theems. Alleen Engeland doet niet mee aan de Europese Unie. Althans nog niet, zeker niet aan de euro. Dus we zien vandaag ook geen Engelse projecten. Dit reuzenradproject is dus wel gelukt. Applaus van de bouwers. Het gaat dus nog steeds goed. Maar zover zijn we nog niet gevorderd in het hele veld. Er komen nog heel veel tricky momenten. Bruggetje ook goed genomen. Dit project dus met succes afgerond. En dan zijn we bij een huis in Europa. Vorig jaar hadden we in Holland staat een huis. Maar nu is het Europa ohne Grenzen. En dus staat het huis in Europa. U ziet nu de tuin vallen, het doolhof. Maar wat u straks gaat zien, dat tart elke beschrijving die ik kan geven. Daar moeten we gewoon rustig even naar gaan kijken. Had helemaal in elkaar moeten storten. Maar dat bleek toch te moeilijk. En dat roept herinneringen aan vorig jaar. Laten we maar niet te hard zeggen. De rest valt in ieder geval. Dit huis had moeten in elkaar storten. Dat lukte niet. Maar zij kunnen wel van nee schudden. Maar zij zien wel dat alle domino-steentjes die in dit project zaten wel vielen. Kijk, hier gingen de steentjes naar boven. En toen had dat huis moeten vallen. Dit is Formule 1. Typisch iets voor Albert. Er zitten vier rode lampen die aangaan en uitgaan. En dus is de start daar. U hoort de racegeluiden. En u ziet de voorvleugel van een heuse Formule 1 bolide. Formule 1 racerij die ook eigenlijk heel Europa aan elkaar bindt. Met Schumacher, met Hakkinen, de wereldkampioen. En u ziet weer die klaphekjes bij de wielen, bij de banden. Er zit ook een synchronisatiemechanisme in, zodat alles tegelijk verder is gaan lopen. En wie weet hebben we binnenkort, binnen een aantal jaar in Nederland, op het circuit van Zandvoort ook weer de Formule 1 racerij. Hier nog een keer die klaphekjes. De rode kleur van de Ferraris. Sinds 1950 wordt er in de Formule 1 geraced. Eerst alleen het kampioenschap voor coureurs. Later kwam ook dat voor de constructeurs erbij. En alles lijkt hier in ieder geval vooralsnog goed te vallen. Razendsnel het klappen van de zweep en de achterwielen die omgaan. En dan gaan we van daaruit razendsnel naar het volgende project. We gaan naar Ierland, we gaan naar de Riverdance in 1994, opgericht door Michael Flatley. De man die nu achter de Lord of the Dances staat.
destijds voor het Songfestival in Dublin. En u hoort Castagnettis. Het is een show met tientallen dansers, een orkest, koor en solozangers. Die gaan hier. Klepperende Castagnettis. En zo dadelijk zullen we ook tapdansende schoenen gaan zien. Microfoons bij de Castagnettis. En u hoort dat. Kruising tussen flamenco, Ierse tradities en het tapdansen dat we uit Amerika, uit Harlem kennen. Destijds dus opgericht tegen van het Songfestival in Dublin. Het Songfestival dat zo vaak door Ierland is gewonnen in de loop der jaren. De laatste Castagnettis, de makers en ontwerpers kijken toe. Daar ziet u de schoenen staan, daaronder zitten klappertjes. En vandaar dat we dadelijk hopelijk het tapdansen zullen horen. En ook dit project is dus gelukt. Schitterend gezicht. Met de voeten weer op de grond. En we kijken nog eens in de herhaling naar het klepperen van de Castagnettis. We gaan zo dadelijk naar de schoenen. Ze doet het op haar manier.